Meneer Bosma, houdt u deze vrolijkheid vast en in de komende 4 minuten? Als ik u zie, hoor ik altijd vrolijk. Nou, ik zou zeggen wederzijds, maar dat is... Dat mag. Nee, dat mag. Ik mag niet jokken van mijn moeder. In het presidium waren we het altijd met elkaar eens. Dat weet iedereen best. Gaat uw gang. Meneer, het woord is aan de heer Bosma. Voorzitter, een voorganger van staatssecretaris Usluw is Ronald Plasterk. En die zegt, veruit de grootste bedreiging van de vrijheid van meningsuiting is D66. En deze staatssecretaris doet er alles aan om invulling aan die woorden te geven. In welk land ter wereld kondigt een bewindspersoon aan dat zij een veiligheidsdienst gaat afsturen op journalisten? Nou, Nederland. De bewindspersoon is Usluw. De veiligheidsdienst heet NCTV en de omroep heet Ongehoord Nederland. Het geurt naar dictatuur. Het riekt naar de DDR, mevrouw de statiesecretaris. Usluw overweg. Ja, meneer Bosma, u had mij alweer aangekondigd dat u nog even, omdat ik voorzitter was, de randjes op ging zoeken, maar nu gaat u eroverheen. Stasi, staatssecretaris, het is allemaal leuk gevonden, maar gebruikt u intelligentie nou eens ergens anders voor. Dus dit moet u echt niet doen. Gaat u verder. Usluw overweegt nu zelfs een complete... Mevrouw, niet Usluw. Ja. Jawel. Voor u is het dan altijd nog mevrouw Usluw of de staatssecretaris. Ja, maar ik heb ja, zo u zit hier, meneer Bosma, u zit hier zelf ook heel vaak. Ja, maar ik heb zo en wat weinig u tijd... daar allemaal doet, dat moet u ook nu op uzelf betrekken. En dat doe ik nu even voor u. Dus het is de staatssecretaris Usluw. Ja, maar ik heb zo weinig tijd dat ik elk woordje dat ik te veel had staan heb moeten verwijderen om het allemaal binnen die 4 minuten nou, te kunnen. Nou, ik kan proppen. U nog wel even de tekst met u doornemen. Dan vind ik er vast wel een paar die eruit kunnen. Nou, dat maar, ik vrees dat er nog geen woord van overblijft. Ja. Ik stel voor dat u doorgaat, maar u onthoudt van dit soort kwalificaties. Ja, maar laat dan de tijd wat langzamer lopen. Dan zeg ik gewoon staatssecretaris. Die stond al stil. U bent een goed mens.